En dan welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video van de Manchester United Career Mode serie hier op dit kanaal. Vergeet dan zeker niet op dat duimpje te klikken en natuurlijk vast te abonneren voor meer als je deze serie leuk vindt. Onze manager rating gaat hartstikke goed. Verbazingwekkend, in de Champions League gaan wij ontzettend goed, maar in de competitie gaat het wat minder. Maar we beginnen de weg omhoog te vinden met United en we staan nu 12e na 15 wedstrijden. Inderdaad, enorm Manchester United onwaardig. We moeten enorm ons best doen, maar een boel ligt nog open. 17 punten achter op de nummer 1 is gewoon niet meer haalbaar. Maar 9 punten achter op de nummer 3, Liverpool. Alles ligt nog open. Let's go. De wedstrijd tegen Norwich wordt belangrijk. Laten we eens de intro starten. En dan gaan we beginnen, dames en heren, aan de wedstrijd tegen Norwich City. Oké, nou, daar zijn we dan aangekomen hier in Norwich, waar United een uitwedstrijd gaat spelen. En Stefan Oosterbeek heeft dus wat nieuws bedacht. En dat wordt in de praktijk momenteel goed uitgevoerd. Althans, de vorige wedstrijden werd dat redelijk goed uitgevoerd. En zo zijn we aangekomen. Dus in aflevering 13 van deze Career Mode, het gaat snel. We spelen weer op onze PlayStation 5, maar ja... United Career Mode is al langer dan dat ik de PlayStation 5 heb. Dus spelen we dit op de PlayStation 4 versie. De Ajax Career Mode is de enige op de PlayStation 5 versie daarvan. En ja, ook volgend jaar gaan we weer een buitenlandse Career Mode doen. En een Eredivisie Career Mode. Natuurlijk, FIFA 23 is nog lang niet... Het is een beetje in zicht, maar... We zijn nog niet in de buurt. Norwich is het slechts verdedigende team. United komt daar, aardig in de buurt. En dat weten we. We zijn verdedigen niet zo heel erg best. Maar laten we hopen dat het maar beter gaat worden. Ja, maar verdedigen is op dit spel ook gewoon niet mijn sterkste punt. Een Timber en de Varane zijn zeker niet slecht. Maar ja, ik stap zelf nog steeds wel in met... Ik ben gewoon nooit goed geweest met de manier van verdedigen van deze FIFA. Dus daar heb ik mezelf ook wel redelijk de schuld van. Spannende wedstrijd dus. Iedereen weet het. De sfeer in Norwich is goed, de opstelling van de thuisploeg met Gun onder de lat. Aarons, Dominguez, Kabak en Swearenson. Norman, Tolis, Lees, Melou, Melero en Cadwell. En Poekie. Timo Poekie, ja die is toch wel aardig goed. Krul op de bank, een Nederlander. En bij ons zijn er voor de rest geen wijzigingen ten opzichte van de vorige video. En ja, Stefan Oosterbeek weet dus de... Ja, en Nkunku nog steeds de bank te houden. En Nkunku is daar zeker niet tevreden mee. Maar ja, we hebben gewoon geen keuze. Oké, we zijn begonnen aan de wedstrijd tegen Norwich. Dus kijk wat United kan verrichten in deze wedstrijd. Er wordt direct raar gevoetbald bij Norwich. Of als het alles of niets gaat spelen. Rashford kan opendraaien. Ja, en heeft de bal nog steeds. En Rashford krijgt de kans om uit te halen. En dan gaat de eerste kans van de wedstrijd over. En dat al in de vijfde minuut van de wedstrijd. Bijna vijfde minuut. En United begint sterk hoor. Heeft weer de bal. Silva. En daar is Bruno Fernandes. En dan zit hij er ook al in. Zevende minuut van de wedstrijd. 1-0 voor Manchester United door Bruno Fernandes. Hij schiet de... Ja, United is op 1-0. Goed gedaan, dat wel. Goed overgespeeld met z'n allen. Goed gevoetbald. En Norwich heeft geen schijn van kans. En zo krijgt Norwich weer een enorme klap te verduren. En dat is natuurlijk niet fijn voor hun. Een aardig belangrijk deel in de nieuwe manier van spelen van United. Daar is Norwich. Oeh, en daar is de eerste kans van Poekie.
En van de club Norwich. En deze kopbal is ongevaarlijk. Kopte wel wist te winnen. Oh, Pookie! Glipt er langs, maar daar is die Pickford die zo enorm snel groeit als keeper. En nu heeft Norwich weer een beetje macht in de wedstrijd. Och, op de paal gekopt. Marcus Rashford. Op Fernandes. Bruno Fernandes. Oh, die krijgt geen kans. Anthony met een schot. En daar was weer een kans voor United. Timber neemt de bal goed aan. United probeert weer wat. Doet enorm hun best. Maar hier wordt de bal buitengelopen door Mukiele. En zal de scheidsrechter straks afluiten voor dat het rust wordt. Zijn beide clubs wel aan toe. En we gaan ook even direct wat wissels doorvoegen, denk ik. We staan 1-0 voor, maar dat geeft zeker geen garanties. En daarom wil ik ook gaan wisselen. Dus zeker geen garantie op een goed resultaat. 1-0 vind ik mager. Dus we gaan wisselen. En we gaan Ronaldo inbrengen. Ik hoop dat ze hun een beetje positief invloed kunnen hebben op het team. Oh, en we beginnen direct alweer zo. De opbouw gaat alweer helemaal mis. En vaak als we in de tweede helft slecht beginnen, krijgen we direct de tegengoal. En dat is nu ook weer zo. Het staat alweer 1 tegen 1. En zo gaat het alweer helemaal mis voor Manchester United. Het is een Cantwell die er 1-1 van maakt. Ongelooflijk. Wat een geknoei achterin weer. Het begint bij die opbouw van Varane. Het begint altijd bij de opbouw van Varane. Hij kan niet opbouwen. En het staat dan weer 1-1. Ongelooflijk. En weer gaat het mis. En nu bij Timber. Maar dit keer weet Fred het op te lossen. En dan kan Fred helemaal niks. Een lekkere bal dit op Rashford. Heerlijk gebal dit. En daar is Nkunku. En dan was het denk ik klaarleggen. Maar hij gaat er niet in. Oh. Schrikmoment dit voor Norwich. En daar was Rashford met een voorzet. Gravenberg. Ronaldo. Het lukt niet. Alle spelers lopen door elkaar. Davies, ja. Nutteloos kopbal. En we gaan verder. Dit is geen overtreding. Maar ja, de bot was op zoek naar een overtreding. Fred. Gravenberg, Rashford bedoel ik. Waarom loopt niemand mee, jongens? We kunnen zo helemaal niks. Maar daar is Davies. En die heeft nog nooit gescoord in het shirt van Manchester United. Zelfs een rode kaart voor Lees Malou. Ik dacht dat het scheelt, dus dat skippen we. Maar er is gewoon een rode kaart gevallen. En daardoor de ruimte. En daardoor gooit Norwich het zelf weer helemaal weg. Het is United wat echt slecht weer de kleedkamer uitkomt. Het is weer slecht nadat er wissels worden doorgevoerd.
Maar ja, het maakt niet uit. Het staat weer 2-1 voor door een doelpunt van Davies. Eén doelpunt in 16 wedstrijden. Nou ja, is het niet erg als linksback. En dan meen ik zelfs kunnen als linksback. Oh, maar daar is dan toch Norwich. Iets wat we niet willen! Oh! Dan weten we zelfs volgens mij nog bijna een eigen doel te werken. Ook knap. Ja, dan krijgen we de bal niet weg. Oh, dat wordt weer zo'n moment. Varane kan geen kopduel winnen. Het wordt weer zo'n dag. Het gaat weer, die 2-2 gaat er komen. Maar wanneer valt die 2-2? Nou, niet nu! Norwich kan het zelf niet geloven. Zoveel kansen. United geeft te veel kansen weg. En die keeper moet nu komen. En die keeper komt. Maar het is niet genoeg. Het is gewoon 2-2. Ongelooflijk! Ja, ik zei het, dat gaat komen en het staat 2-2. 2-2, Norwich, Kabak maakt er gewoon 2-2 van. Een schande van een resultaat weer. Ongekend. Er moet volgens jou ook gewoon een oplossing komen voor het probleem van Ranen. Ongekend. Meneer kan nog geen opbouw, kan nog niet eens een opbouw beginnen en hij is de bal al kwijt. Meneer kan geen kopduel winnen. Van een fucking spits. Er moet gewoon een vervanging komen. Echt ongelooflijk. Ja, Bruno Fernandes. Ik haat het ook om jou überhaupt te laten spelen. Plek 11. We zijn wel gestegen. Ondanks het wanprestatie. We mogen dit gewoon niet meer vertonen. We moeten ook gewoon winnen gaan van de top. Want ja, als je gaat... Je moet sowieso winnen van de kleine clubs. Wil je weer in die top 6 komen waar United gewoon thuis wordt en dit team al helemaal. Nou, welkom in Brentford voor de wedstrijd tegen Brentford. Een leuke wedstrijd denk ik. Ik heb geen zin om die opstellingen te laten zien, want ik wil gewoon beginnen. Want ik denk dat we nu wel eens kunnen gaan winnen. Wat hoop ik dan dat we kunnen gaan winnen. Silva. Je moet wat met die 5-man verdediging. En dan zit hij er al gelijk in ook. 1-0 door Marcus Rashford. Hij schiet United op die welverdiende voorsprong. Eindelijk zit hij er dan in. En zo staat het dus 1-0. Holy tieten, de voeten van Fred worden er waarschijnlijk afgehakt zowat. Maar zoals we weten zijn we verdedigend totaal niet sterk dit seizoen. Anthony! Jezus, wat slecht geschoten. Oké, 1-0. Wisselen, want Varane is overleden, merk ik. Een goede kopbal, maar dat bleef het ook bij. Ik probeer goed naar mijn spelers te luisteren. Ah!
Ah! Bijna de 1-1. Davies. Oh, Timber was niet zo goed aan te spelen. Is gewoon moeite. Is gewoon moeilijk door te komen. Bijvoorbeeld met dit soort passes komen we er al helemaal niet. Maar we hebben ook buitenspelers die bijna geen loopacties maken. Terwijl ze dat wel moeten doen en ze ook zo geïnstrueerd worden. Maar ja, daar blijft het ook echt oprecht bij. Rood! Nee joh, daar gaat Klosterman direct. Een wending in de wedstrijd. Een verkeerde wending. Ja, dan moeten we direct wat aanpassingen gaan doen. Want we kunnen moeilijk met dit gaan spelen. Klosterman eindigt dus met rood van het veld. Ja, daar komen nu te veel ruimtes. Maar toch weet Brentford het nog niet in te schieten. Deze kansen niet inschieten is meer knap dan dat je hem niet binnenschiet. Valt Ronaldo ook nog even in. Ja, het is gewoon zaak om deze voorsprong vast te houden. Topbal op Rashford dit. Topbal op Rashford. 2-0 voor Manchester United met 10 man. En dan lijkt het over en uit. Oh, toch nog 2-0. Maar daar is Brentford direct in de aanval. Die willen wat leuks gaan doen. En daar komt Pickford. En daar is dan opeens de 2-1. En zo leeft Brentford weer. En houdt Pickford weer niet de nul. En helemaal blij dat de trainer, jongens, jullie staan nog maar 2-1, hè? Dat weten ze. Dat hopelijk weten ze dat, 2-1. Maar toch is dit niet fijn. Brentford wacht en dat doen ze slim. Daar breekt die 90ste minuut aan. Rashford met een bal op Ronaldo bijna. United wint van Brentford en daardoor staat volgens mij op plek 10. Hoop ik. Oh jongens, wat maakt er weer een wedstrijd mee? Ongelooflijk. Spanning in Brentford, jezus. Wij staan 10 op 1 punt van.
te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later mensen!